Terug. Meneer Bol in de studio, welkom. Wel. Om te beginnen. Ja, dankjewel, ja. Dennis. Want Stedenband, en het is wel grappig, ik zal geen naam noemen hoor, maar we hebben hier een keer een stagiaire gehad. En die was zo'n beetje bezig met haar eerste berichtjes maken en zo. En toen kwam er ook een persbericht van jullie voorbij. En dit meisje zei, nou, die zei, wat ontzettend leuk. Wat maken die voor muziek? Stedenband. De Stedenband, nou, leuk hè? Ja, nee, we en maken zei, nou, zelf misschien geen muziek. Moet je even beter lezen, want het heeft met muziek... Nou ja, misschien heeft het ook alle zijdelings met muziek Wat op zich wel heel leuk is, dat Chef Special, die jullie kennen, die hebben... vorige week nog in Harare gespeeld bij het Harare International Festival of Arts. Kijk, dat wist ik dan weer niet. En daar, daar komt die muziek dan om de hoek. Ja, dus daar is de muziekverbinding, die zitten overal. Die zitten wel degelijk in. Ja, mooi. Duidelijk. Leuk. U bent denk ik dan, want het valt natuurlijk onder de vlag van de gemeente, die hele Stedenband. Nou, eigenlijk niet. We zijn een particuliere stichting. We hebben wel nauwe relaties met de gemeente, maar we zijn een particuliere stichting. Oké, dat die is zowel in Haarlem... actief is met heel veel vrijwilligers en ook stagiaires. We hebben iets van 10 stagiaires per jaar zo ongeveer. En in Mutare hebben we iets van 100 mensen die zich bezighouden met sport, met gezondheidszorg en met cultuur en met onderwijs. We maken ook allerlei verbindingen met scholen in tussen Haarlem en Mutare. Dus dat is heel leuk. Ja, maar is dat een misverstand wat vaker? Want ik dacht echt van, oh ja, dat is gemeente Haarlem. Ja, veel... Stedenbanden, dat zijn ambtelijke relaties tussen ambtenaren en bestuurders van de ene stad naar de andere. Wij hebben er 22 jaar geleden voor gekozen om het echt van het volk naar het volk te zijn, van de mensen naar de mensen. Dus wij zijn vooral een particuliere stichting en wij doen het heel veel met de mensen daar in Mutare, Zimbabwe. Oké, duidelijk. Nou, is dat in ieder geval ook rechtgezet. En dan wou ik toch ook nog eventjes op teruggrijpen. Want we hebben straks een interview met de burgemeester dan over onze poll. Ik weet niet of u wel eens op de website kijkt bij ons. Maar we hebben wekelijks een poll. En dat kan eigenlijk over van alles en nog wat gaan. En een tijdje geleden hebben we ook gehad natuurlijk over die bezuinigingen. Hè, die natuurlijk was een soort zwaard van Damocles. Natuurlijk boven Haarlem eigenlijk hangt. Ja, boven iedereen. Boven iedereen wel zo'n beetje. Heel spannend natuurlijk. Maar ik wil toch wel weten wat u daarvan vindt. Want we hebben de mensen toen een aantal opties. En ik zeg er heel eerlijk bij hoor, daar zijn geen duizenden stemmen op uitgebracht. Maar goed, je krijgt toch een klein beetje een indruk van wat dan een beetje leeft bij de mensen. Want we hebben toen voorgesteld van waar zou u nou als eerste op bezuinigen? En we een aantal opties gegeven. En daar zat Stedenbanden dan ook tussen. Ja. En ja, die lag toen, kan me herinneren dat die wel, dat daar veel op geklikt werd. Klopt. Maar ja, je hebt stedenbanden en stedenbanden. En je hebt inderdaad de uitwisselingen van ambtenaren. Ik kan me voorstellen dat mensen daar toch wat terughoudend in zijn. Ja, wij zijn natuurlijk meer dan alleen maar... Maar vindt u dat niet dan, hoe komt dat over dan? Vindt u dat toch... Nou, dat is jammer. Toch wel, hè? Aan de ene kant is het jammer, ja. Dat is jammer, want... We leven natuurlijk in een tijd dat Haarlem steeds meer naar binnen gericht gaat zijn. En solidariteit is natuurlijk heel belangrijk. En ja, ik denk ook voor Nederland, het is heel belangrijk om naar buiten te kijken. En om te kijken waar je kansen ligt. Nou, het ligt ook een beetje in de discussie rond Europa en zo. Ja. Sommige mensen zeggen van daar willen we niks meer mee te maken hebben. En ik denk dat dat heel dom is. En ik denk ook dat zo'n stedenband Haarlem-Mutare, wat een particulier initiatief is... dat het heel goed is om te laten zien dat je er ook wat aan kan hebben. Mm-hmm. Aan de dingen die buiten Haarlem zijn. Sommige mensen, heb ik wel eens het gevoel van... die willen gewoon de stadsmuur om Haarlem weer terug. En dan liefst het Spaan ook nog afsluiten. En ik denk dat dat heel dom is. Ik denk dat je daarmee jezelf verliest. En dat is ook daarom vind ik het werk van die stedenband ook zo belangrijk... dat we ook... op basisscholen uitleggen van waarom het leuk is om met Mutare dingen te doen. Want waarom is het zo leuk? Waarom is het zo leuk? Omdat je heel veel kan leren van wat er buiten je blikveld afspeelt. Je kunt ook heel veel geven. Ik bedoel, zo'n Chef Special in Harare, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar dat is ook hartstikke leuk voor Chef Special die dan met Mutarese in aanraking komt. Net als dat wij nu scholen in Haarlem linken met scholen in Mutare basisscholen. En dat is allemaal veel makkelijker geworden. Want tegenwoordig heb je internet. Heel veel van de jongeren die wij in Mutare ondersteunen, die hebben Facebook. Heel veel jongeren in Haarlem hebben Facebook. Twee maanden geleden hebben er voor 6 weken... hebben de twee studenten van In Holland stage gelopen in Mutare.
Er loopt nu een andere stagiair van de Hogeschool van Amsterdam. Loopt stage in Mutare voor 8 weken. SEALSers zijn er naartoe gegaan. Lopers uit Mutare zijn naar Haarlem gekomen. En op die manier maak je de wereld toch even wat groter dan het dorp Haarlem. Nou, helder. U geeft me ook een mooie bruggetje, want u zegt het is gewoon heel erg leuk om aan ons verbonden te zijn, dingen te doen. En ook eens buiten je directe blikveld. En dan kom ik eigenlijk een soort van automatisch bij Mario en Bibi dan terecht wat mij betreft. Want jullie zijn een beetje de jongeren, de toekomst. Mag ik dit vragen hoe oud jullie zijn? Kijk, sorry, ik moet wel eens misschien handig als ik je microfoon openzet. Ja? Nou, ik ben 17 jaar en ik zit op het... Je moet wel iets beter bij de microfoon komen. Want je kan dit nog omhoog doen en bla, je kan hem ook loshalen. Zo, sorry. Nou ja, ik ben 17 jaar en ik zit op het Novo College in Zelweg. Mm-hmm. In Haarlem ook. Ja, en hoe ben jij, want jij maakt je nu echt concreet, zet jij je in voor de stichting? Klopt. Waarom? Hoe kom je op zoiets? Ligt het in het verlengde van je opleiding? Of? Ik doe dus een media vormgever stage. Oké. En dat houdt zich bezig met, ik hou me bezig met websites ontwerpen. Oké. Dus dat is een beetje wat je ook voor de stichting dan doet. Ja. Doe je het al lang? Niet echt. Dit is mijn eerste jaartje, zeg maar. Oké. En wat is jouw... want we hebben net een beetje van meneer Bol al opstapje gekregen van wat er allemaal ruilt en zuilt. Maar dan vind ik het ook wel eens leuk om voor jou te horen. Wat is jouw ervaring tot nu toe? Nou, je zit er nog steeds bij, dus het zal bevallen, denk ik dan. Maar wat zijn de leuke dingen tot nu toe? Of wat heb je er al van geleerd? Of... Nou, ik vind het vooral leuk dat ik een stage heb waarbij ik niet veel stil zit. Mm-hmm. Bijvoorbeeld gisteren moest ik onderzettertjes brengen naar restaurantjes ter promotie van de Challenge Run. Die je zelf hebt ontworpen ook misschien? Nee, dat niet. Dat was weer een andere stagiair. Oké. Hoeveel stagiaires lopen er ongeveer? Weet je dat? Dat zal meneer Bol ook weten. Nou ja, het lopen 4 stagiaires van Sport en Bewegen van in Holland. Dan loopt er een vierdejaars ALO-stagiaire. We hebben een afgestudeerde vormgever die de stagiaire loopt. We hebben maandag of dinsdag begint een ICT-stagiaire voor onze websites. Dan hebben we natuurlijk Bibi, Roelie, Mario die zich met de Facebook bezighouden. Want je moet toch met moderne middelen aan de gang. We moeten mee in die website, molen. 2.0. Ja. Nieuwe tijden. Maar ook lang leven, want dat zei u net al. Lang leven ook dat internet gewoon natuurlijk. Het is zo belangrijk. Zo kort geworden. Het is zo belangrijk. En ik had natuurlijk Luus in het vorige uur over vrijwilligers. Maar ik denk ook even die shout-out naar die stagiaires. Het zijn ook een soort vrijwilligers natuurlijk. Het zijn vrijwilligers. Denk ik dan, want zonder deze mensen... Er is één betaalde kracht. Dat ben ik. Ja. En één betaalde. Doet het al lang eigenlijk? Ja, de Stedenbond bestaat nu 22 jaar. Wow. En we hadden tot 2 jaar geleden hadden we nog een aantal mensen in de instroom-doorstroomregeling. En we zijn de afgelopen jaren zijn we gewoon toch steeds meer en meer gekort. Ja. Dus dat is lastig. Maar... Ja. Want is het nog wat te doen? Is het een beetje dreigend dat je zegt van het is nog maar de vraag of wij overpakken een beetje 2 jaar nog bestaan? Of is het zo erg ook weer niet? Nou ja, wat je moet doen is je moet je voortdurend bewijzen van waarom jij nodig bent. Ja. En... Ik ben zo brutaal om te denken dat we dat voortdurend bewijzen. En dat we dat laten zien. Dat we actions speak louder than words, zeggen ze. Mm-hmm. Dus je moet het bewijzen met de dingen die je doet. Is het de bedoeling dat... want ik wil ook jou nog even natuurlijk wat vrij. Je bent ook meegekomen, Bibi. Is het de bedoeling dat jullie... ook een keer naar Mutare bijvoorbeeld gaan? Of ben je dat misschien toevallig al geweest? Een van jullie? Nog niet. Maar dat zou je wel willen? Of zeg je ik doe dit meer met alle respect voor de stichting, maar toch om mijn vormgeven naar een hoger plan te tillen? Of zit er nog iets meer in? Want wat doe jij eigenlijk? Bibi, dit is Bibi, Haarlem. Hi. Ik ben Bibi, ik ben 33, ik ben vrijwilliger. Mm-hmm. En met haren. En ik ben er bezig met het video bewerken samen met Roelie, de andere stagiair. Mm-hmm. En ik ben zelf nog niet in met haar geweest, maar ik sta daar zeker open voor. Ja. En je zegt even zo heel tussen neus en lippen door, we zijn wat video aan het bewerken. Maar dan denk ik, vertel. Wat zijn dat voor beelden? Waar zijn die gemaakt? Wat wordt daar uiteindelijk mee gedaan? Waar kunnen we dat straks zien? Etcetera. Hm. Nou ja, we kunnen het dan hopelijk zien bij jullie op Haarlem 105. Dat ga ik wel even We hebben een filmpje van 30 seconden over de Challenge Run gemaakt.
Ja, goed, want dat is waar we eigenlijk vandaag ook voor gaan zitten. 25 mei, uit mijn hoofd. We gaan rennen. Ja, en niet alleen wij, want het is Afrika Day. En dat is een nationale feestdag in het continent Afrika, zullen we maar zeggen. Op deze 25 mei. Op deze 25 mei. En we gaan dus in Haarlem en in Mutare tegelijkertijd rennen. En het leuke is, het is in feite één wedstrijd. Want ze starten tegelijkertijd met ons. Oh, wat grappig. En ze eindigen misschien ook wat eerder dan wij. Wordt simultaan gerend in Mutare. Wordt simultaan gerend in Haarlem en Mutare. Dus in feite een wedstrijd over twee continenten. Wat grappig. En de afstand is 8,8 kilometer. Dat hier en dat is leuk. En dat is een duizendste van de afstand tussen Haarlem en Mutare. De dus hemelsbreed zit hemelsbreed. Tussen Mutare en Haarlem. Ja. Nou ja, ik heb het hier precies. 8.395 meter wordt dat dan. Zo wordt het dan vertaald voor de loop. Maar eigenlijk is dat dan, in zijn echi is dat dan natuurlijk kilometers. Ja. Dat. Ja. Leuk. Ja, dat is inderdaad de grap. En dat doen we samen met de Haamse Jachtclub. En we doen het op het terrein van Schoteroog. Dat is van het recreatieschap Spaarwoude. En daar moet je doorgaans een zeer hoge huur voor betalen. Maar omdat wij een goed doel zijn, hebben we een gereduceerde prijsje gekregen. Mooi, dus, mooi. Ja, kun je daar aanmelden, voor. Zie ik hier. Dat kan je kunt je aanmelden op onze website. Ja, www.haarlem-mutare.nl. Ja. En er staat veel meer over die run natuurlijk en hoe je kunt inschrijven en informatie. Maar er staat veel meer eigenlijk over het hele, wat jullie doen. Ik zie hier een interview, staat er online met Bert Bruin. Wie is dat? Ja, dat was de burgemeester van Haarlem, meneer de Spaanwoude. Die is inmiddels is getrouwd met een Zimbabwaanse. Echt? En die woont nu tegenwoordig in Mutare en die is daar een guesthouse begonnen. Grappig. Ja, leuk hè? Er zijn zoveel verbindingen. Het is ook zo leuk, want we bestaan nu 22 jaar en er zijn zoveel verbindingen tussen mensen daar en mensen hier. Dat is echt ongelooflijk. Hebben we die band met Osnabrück eigenlijk nog? En we hebben nog steeds een hele andere stichting? Dat is zelfs geen stichting. Dat is een gemeentelijke stedenband. Die is wel van de gemeente. Daar staat misschien ook een beetje verwarring over. Ja, precies. Je hebt er eentje in Angers en eentje in Osnabrück. En eigenlijk vinden er drie activiteiten plaats. De Maaiwoche in Osnabrück, die nu plaatsvindt. In september hebben ze dan een feestelijke toestand in Angers. En in Haarlem komen wethouders en raadsleden van Angers en Osnabrück naar de Bloemencorso kijken. Ja. Nou, dat is niet echt heel, heel spannend. Ik ga daar geen negatief oordeel over vellen. Wat wel heel leuk is dat wij nu bezig zijn om een Europees project binnen te slepen. Als stedenband, waarbij we jongeren in 10 Europese steden willen laten communiceren met jongeren in Zimbabwe, maar ook in Cebu, Filipijnen en op andere plaatsen. Mm-hmm. En wij hebben dus ook aan Angers en Osnabrück gevraagd, van, vinden jullie het leuk om daar aan mee te doen? En van Angers weten we in ieder geval dat ze dat heel leuk vinden om met dat project mee te gaan doen. En we zijn nu in de fase dat we dat gaan indienen. En het is denk ik ook wel leuk om een keertje als dat ingediend is, om daarop terug te komen bij jullie. Oh ja hoor. Dat lijkt me gewoon. Welkom. Maar dat gaan we nog een ander keertje doen. Leuk, nu, ik hoor het wel. Ja, ja. En nu over dit challenge run. Waar lopen we eigenlijk voor? Mm-hmm. Nou, we lopen natuurlijk ook voor de sportiviteit, want het is ook heel leuk. Want bij de Achmea liepen er ook twee Zimbabwanen mee. Rutendo en Ponchaza. Ponchaza heeft een aantal jaren geleden de trosloop toen het toen heette gewonnen. Dus geworden. Gewonnen op blote voeten. Ja, geweldig hè. Ja, en hij loopt. Want de route is nu een beetje aangepast, maar ze liepen altijd langs mijn ouderlijk huis. Oh, oké. Okay. En geweldig. En het leuke is, Ponchaza loopt nu weer mee, maar nu niet in Haarlem, maar loopt nu mee in Harare en in Mutare. En hij is daar heel enthousiast over. En ik zie hem ook voortdurend posten op Facebook, hoe leuk hij dat allemaal vindt. Leuk. En nog steeds op blote voeten? Nee, dat niet meer tegenwoordig. Nee, 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 nee. Nee. Mooi. Wil ik eigenlijk even afronden, gaan we even schakelen weer terug naar Mario en Bibi. Want ik vind het even leuk, waar zijn jullie op dit moment concreet mee bezig? Wat krijg je nou voor soort opdrachten ook, Mario? Het is vooral vormgeven wat je doet?
Nou, ik heb met 5 mei heb ik foto's gemaakt bij de bevrijdingspop. En daar ben ik nu een collage voor aan het maken. Oké, leuk. Ja. Binnenkort ergens te bewonderen? In de nieuwsbrief had ik gehoord. We gaan er nieuws... Oh, dan moet ik me eens even voor aanmelden. Ja, zeker. Het is een hele leuke nieuwsbrief. En hij gaat ook onder info halen om 105. Oké, ik ga het in de gaten houden. Maar volgende week gaat er weer een nieuwe nieuwsbrief uit. Helemaal goed. En het leuke is, de foto's die Mario gemaakt heeft, die staat ook op onze Facebook. En die zijn in iets van 1700 exemplaren. Mensen hebben hem al bekeken. Dus leuk. Mooi. Nou, chapeau. En dan nog. Dit is echt het allerlaatste, want jij bent bezig met dat filmpje. Dus eigenlijk dat promofilmpje voor de loop van 25 mei, toch, Bibi? Komt er veel bij kijken? Nou, dat is eigenlijk een roelier zijn samen bezig geweest. Oké. Okay. Met de filmpjes. En wat kunnen we verwachten? Veel rennende mensen, denk ik. Ja, veel rennende mensen. En de oproep om maar om je in te schrijven. Oké. Okay. Nou, leuk. Dan wil ik jullie danken. Jullie bedanken voor jullie komst naar de studio natuurlijk van Haarlem 105. En over die updates, laat maar weten, denk ik dan. Gaan we zeker doen.